Kijkt u naar deze twee gezichten. Welke van deze twee zou nou het eerste, denkt u, een vriendinnetje of vriend krijgen? Ik tel dadelijk tot drie en u mag roepen rechts of links. 1, 2, 3. Waarom verziekt verliefdheid je leven? De Universiteit van Nederland presenteert fysioloog professor Dr. Jan Hendrik Ravensloot. Dank u wel, goedenavond. We zijn hier bijeen om erachter te komen waarom verliefdheid je leven verziekt. En om dat te beginnen wil ik een klein proefje doen. En met dat proefje moet ik even van het podium afstappen en langs deze goede rij mensen lopen. Dat doe ik heel voorzichtig, ik zal niemand aanraken. Maar als u goed kijkt, ziet u al wat er gebeurt. Deze mensen deinzen een heel klein beetje achteruit. En dan loop ik naar deze hele mooie jonge vrouw en dan... Kijk, ziet u wat er gebeurt? Dan draait zij haar hoofd weg. En als ik haar vriendje was, ik weet niet, is dit hier iets moois? Het zou iets moois kunnen zijn. Om met haar voort te planten, moet ik nog veel dichterbij komen. En zij houdt mij tegen, zij houdt mij op armsafstand. En moeder natuur wist dat. Moeder natuur wist dat als je kindjes moest maken, moet je zo dichtbij komen dat ongeveer een centimeter of 12 heel dicht bij haar zou moeten komen. Om dat witte, blubberige spul op een plek te krijgen waar haar eitje zich op dat moment min of meer bevindt. Maar zij zal niemand toelaten. Zij is buitengewoon kieskeurig. En dat ligt voor de hand. Waarom is een vrouw kieskeurig? Iemand enige idee waarom vrouwen kieskeurig zijn om een relatie aan te gaan? Er zijn eigenlijk drie redenen voor. Mijn zaad is goedkoop. Ik pas ervan. Maar haar ei is vreselijk duur. Dat zijn goede redenen. Er zijn nog twee andere redenen. Goed nageslacht, daar kom ik dadelijk op. Maar zij wordt opgezadeld met dat nageslacht. En dat larfje zal een jaar of 13, 14, 15, nou 18 jaar bij haar blijven. Dus ze moet goed uitzoeken met wie ze dat doet. En daar is natuurlijk de angst voor seksueel overdraagbare aandoeningen. Daarom zullen vrouwen altijd buitengewoon kieskeurig zijn bij het aangaan van relaties. En volgens mijn vrienden zijn ze zeer, zelfs hinderlijk kieskeurig bij het aangaan van in elk geval korte termijn relaties. Mannen niet. Mannen, die maken wel van de gelegenheid gebruik als die zich voordoet. Die zijn niet zo vreselijk kieskeurig. Hoe worden we verliefd? Dat is een interessante vraag. We worden verliefd als we ons openstellen. Verliefdheid overkomt je niet. Je hoort verhalen van mensen, ik werd zomaar verliefd op die ander. Dat geloof ik niet zo erg in. Je moet je openstellen om de attributen bij een ander te zien. En die attributen, wat dat zijn, daar komen we dadelijk nog wel op. Roepen dan bij jou een arousal op. Ik ben op dit moment, heb ik een arousal. De spanning voor deze bijeenkomst maakt dat mijn hartslag hoog is. Mijn longen zijn verwijd. Mijn lippen zijn doorbloed. Ik heb een rode vloed op mijn hals. Mijn pupillen zijn wijd, mijn ogen zijn wat wijder gesperd dan ze normaal zijn. Ik heb een arousal, dat is een reactie van het lijf op iets dat potentieel stressvol is. En dit is een aangename stress. Maar diezelfde arousal gaat vergezeld emoties. En ook de emotie die ontstaat bij de aanblik van jouw geweldige partner. De attributen die hij of zij heeft geven een waanzinnige kick. Die doet je bloed sneller stromen. En het hart sneller kloppen. De spierspanning loopt op en je hebt het over vlinders in je buik. Die arousal, dat is een hele belangrijke ingrediënt bij het starten van de verliefdheid. Er zijn natuurlijk een aantal valkuilen hier. Want als je een paar glazen drank op hebt, worden je pupillen wijd, je wordt wat losser. Je hartslag gaat wat omhoog. En je voelt je wat leuker, wat vrijer. En dan maakt dat je wat gemakkelijker verliefd kan worden op dat meisje dat naast je zit. Of die jongen die naast je zit. Of sport. Of er zijn nog een aantal andere natuurfilms waar je samen naar kunt kijken. Waardoor je wat gemakkelijker verliefd op elkaar kunt raken. Maar dat geheel terzijde. Die arousal is een belangrijk onderdeel. Die attributen waarop je die arousal krijgt, die is voor iedereen verschillend. Toch heeft wetenschappelijk onderzoek aangewezen dat er een aantal gemene delers zijn die voor heel veel culturen hetzelfde zijn. Wat zoeken wij nou in een andere partner?
Of wat zoeken wij nou in onze partner? En wat wij zoeken, dat is met één term wetenschappelijk samen te vatten. Dat zijn de goede genen. Dat zijn de kenmerken, de attributen in een ander, waaruit je kunt afleiden dat hij of zij een uitstekende vader zal zijn of een uitstekende moeder. Dat hij of zij met jouw kinderen zal voorbrengen die succesvol op deze planeet zich kunnen handhaven. En hoe we dat nou bekijken, hoe we dat nou analyseren, zou ik willen illustreren aan de hand van twee dia's. Kijkt u naar deze twee gezichten die vrijwel gelijk zijn, maar één daarvan valt al onmiddellijk af of misschien onmiddellijk op. Welke van deze twee zou nou het eerste, denkt u, een vriendinnetje of vriend krijgen? Ik wil verder geen druk zetten op de geaardheid van de relatie. Ik tel dadelijk tot drie en u mag roepen rechts of links. 1, 2, 3. Rechts. Heel goed. Het overwegend antwoord was rechts. En als u heel goed naar de linkerman kijkt, dan ziet u dat zijn rechteroog wat lager zit dan zijn linkeroog. Er valt je wat op aan het gezicht en dat is de afwezigheid van een perfecte symmetrie. En symmetrisch lichaam is een attribuut wat een arousal kan oproepen bij degene die op zoek is naar een verliefdheid. Maar niet alleen de symmetrie, ook de lichaamslengte. Dit meisje moet in het midden moet kiezen tussen meneer A, meneer B, meneer C en meneer D. Dan mag u op de tel van drie roepen wie u denkt dat het meisje in het midden als eerste zal kiezen. A, B, C of D. Op de tel van drie. 1, 2, 3. C. Ik hoor overwegend C en D en dat is correct. Het meisje zal zelden een man kiezen die korter is dan haarzelf. Lengte betekent dat je goede genen hebt. Een kinderdokter die een ziek kind heeft, merkt dat altijd aan de groeicurve die afplat. En als je kwetsbaar bent voor ziekte, zul je in je jeugd al ziek geweest zijn. Zul je in lengte afblijven. Sommige ziektes kun je wel weer herstellen in lengte, hoor. Maar bij een aantal ziektes zul je in lengte altijd blijvend in lengte achterblijven. Dat betekent dat je gewoon geen goede genen hebt. Want je werd immers ziek op jeugdige leeftijd. Dus lengte en symmetrie. En op nummer 1 staat eigenlijk de energieke uitstraling. Energie, kracht, viriliteit in het geval van mannen. Dat is wat de top 3 is van attributen die je herkent in je favoriete partner. Een mooie huid. En een gemiddeld seksengezicht staan op plaats 4 en 5. Dus mannen met hoekige kaken, die een beetje een neandertalige bouw hebben, met zulke arme sportschooltypes, dat vinden meisjes over het algemeen niet leuk. En mannen vinden over het algemeen de barbies niet leuk, de overdreven vrouwelijkheid vinden niet leuk. Gemiddelde seksengezichten wordt door wetenschappelijk onderzoek aangegeven als waar je opvalt. Waar je uiteindelijk mee een relatie krijgt, is natuurlijk een soort aftreksel van die. He, want niemand kan vrijwel zijn perfecte partner vinden. Kijk maar eens naast je, dan denk je, ja ik moest toch wat, zou ik maar zeggen. Hoe ziet die verliefde toestand eruit? Als je verliefd bent, dan zijn je gedrag en je emoties en je verstand, je cognitie, zijn op een hele bijzondere manier aangeraakt. Om te beginnen met je emotie. Je verlangt. Je verlangt naar die andere. Je wilt dichtbij zijn. Het verlangen is ook voornamelijk seksueel. Want ik zei het net al, verliefdheid is het antwoord van moeder natuur op de normale afweerreactie die je hebt. Als iemand te dicht naderbij komt, deint je terug. Dat die barrière moet worden geslecht. En verliefdheid is die evolutionaire motor die ervoor zorgt dat ons voortbestaan op deze planeet wordt gewaarborgd. Cognitief zijn het intrusies. Intrusies is een wetenschappelijk woord voor gedachten die zomaar binnenkomen. Op de gekste momenten denk je aan die ander en stuur je sms'jes of een mailtje of bel je of intrusies. En dan komt het meest gevaarlijke, dat is het idealiseren van de ander. Je hebt mijn soulmate gevonden. Idealiseren. Je hebt echt een roze bril. Je ziet niet wie die ander werkelijk is, maar je ziet wie je denkt dat hij is. Levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk. Dan tenslotte gedragsmatig wil je eigenlijk altijd bij die ander zijn. Je zoekt die ander op. Als je daar bent, bestudeer je die ander. Je bent serviel aan die ander.
Je wil alles van haar te weten komen, zij komt alles van jou te weten. Als je verliefd bent, heb je een zelfvertrouwen, je blaakt van het zelfvertrouwen, je slecht alle sociale barrières. Je hebt geen drank nodig om jezelf als een prima kerel of vrouw neer te zetten. En dat komt allemaal door één gebiedje in de hersenen die ik ga aanwijzen aan dit model. Hier vooraan zit een stukje hersengebied van nog niet van een eurocent grootte, die heet de nucleus accumbens. En de nucleus accumbens is verbonden met het ventraal tegmentaal gebied hierbij, de hypothalamus aan de voorkant en de frontale hersenen. En als je verliefd bent, is dat hersengebiedje ontzettend actief. Daar komt een stof in, dat heet dopamine. En dopamine dat maakt dat je geweldig voelt. Dat je zelfvertrouwen hebt, dat geen zee voor je te hoog is. En dat je het gevoel hebt dat je alles aan kunt. En dat gevoel, dat zoek je, daar streef je steeds naar. Dus het is bijna een soort obsessief-compulsieve dwanghandeling met dwanggedachten. Het is bijna psychiatrieverliefdheid die ervoor zorgt dat je altijd maar weer je wendt tot je preferente partner. En het is simpelweg een klein gebiedje in de hersenen dat daarvoor verantwoordelijk is. Die verliefdheid gaat over. En hoe weet je dat die verliefdheid overgaat? Dat is als je je begint te ergeren. En die verliefdheid maakt je zo monomaan dat je ook je dagelijks leven, taken verwaarloos, je werk verwaarloos, je school, je studieopleiding. Je wil alleen maar die ander zijn. Dus het is goed dat het voorbij gaat. Hoe lang? 3 maanden tot 3 jaar is meestal de periode die ervoor staat. En dan sta je op een kruispunt. Wat gaan we doen? Gaan we door met de relatie? En dan worden mannen ook kieskeurig. Die zijn al niet zo kieskeurig, maar dan worden ze wel kieskeurig. En dan, om dan een relatie aan te gaan, dan wordt er een zakelijke afweging gemaakt. Waarbij de status van de vrouw wordt afgewogen. Haar ouderschapseigenschappen. Ook haar sociale compatibiliteit. Hoe ligt zij bij mijn vrienden, zal ik maar zeggen. En de vrouw doet iets soortgelijks. Wat is de status van de man? Hoe is zijn zelfredzaamheid, zijn sociale compatibiliteit? Seksueel kameraadschap is heel belangrijk. En dan wordt er, als dat allemaal goed matcht, dan wordt de passie, de seksuele passie van de verliefdheid, wordt gecompleteerd door intimiteit en door commitment. Intimiteit om elkaars diepste drijfveren, angsten en fantasieën te leren kennen. En de commitment om je in te spannen om met je partner zijn of haar levensdoelen te realiseren. Dus krijg je dit driehoek, passie, commitment en intimiteit. Heel vaak heeft verliefdheid geleid tot kinderen. En moeder natuur moest er ook voor zorgen dat je ook in die nafase van die verliefdheid bij elkaar bleef. En heeft ervoor gezorgd dat er naast dopamine nog 2 andere stoffen waren die ervoor zorgen dat je een plezierig gevoel krijgt als je bij elkaar bent. En die stoffen zijn de zogenaamde knuffelhormonen geworden. Dus als je met elkaar knuffelt, zoent, streelt, zelfs zonder een seksuele lading eraan te geven, komen er 2 stoffen vrij in je brein die je een soort echo oproepen van dat heerlijke gevoel dat je had tijdens de verliefdheidsfase. En die stoffen heten oxytocine en vasopressine. En die worden vrijgegeven als je streelt of zoent of knuffelt. En die reizen dan naar dat ventraal tegmentaal gebied. Geven je daar een plezierig gevoel, een gevoel van vertrouwdheid, een gevoel van geborgenheid. En dat is een van de belangrijke moleculaire steunpilaren onder het feit dat je bij elkaar blijft. In elk geval voor de duur van de ouderschapstaken. Moeder Natuur heeft ervoor gezorgd dat er een periode is waarin je heftig seksueel verlangen hebt. Maar ook dat er een periode is dat wordt gesteund door dat dopamine en door het andere hormoon, testosteron. En Moeder Natuur heeft ervoor gezorgd dat er ook moleculen zijn die steunen dat je voor de duur van een aantal jaren bij elkaar blijft. Dat heeft niks te maken met haar mooie ogen of met zijn prachtige auto. Maar het zijn gewoon moleculen die in je brein een plezierig gevoel opwekken. En dan tenslotte, die moleculen hebben receptoren. En sommige mannen hebben afwijkende receptoren. Dat is een Scandinavisch onderzoek, dus buitengewoon interessant, maar ook een beetje beangstigend. En soms hebben mannen receptoren waardoor die stoffen niet goed erop passen. Waardoor ze niet dat plezierige en aangename gevoel ervaren. En wat blijkt nou? Deze mannen hebben veel vaker crisis in hun huwelijk, zijn veel minder vaak getrouwd en wonen veel vaker samen en scoren veel lager op vragenlijsten die de kwaliteit van een relatie trachten te meten. En zo komen dat onderzoek over die moleculenreceptoren wel heel dicht bij ons dagelijks leven. Het is
De invloed van die moleculen is veel groter dan u en ik denkt. En dat vind ik zelf persoonlijk fascinerend aan mijn vakgebied die dat ontrafelt. Waarom verziekt verliefdheid je leven? Verliefdheid zet een roze bril op. Beroemd is natuurlijk de seksueel kameraadschap. Als dat het enige is wat voor jou belangrijk is, dat je daarom verliefd wordt, dat je daarom bij een ander blijft, dan zul je bedrogen uitkomen. Want je moet een jaar of 50, 60 met je partner verder. En seksuele kameraadschap is maar één heel klein component van een veel groter geheel. Iemand zei wel eens tegen me, seks duurt maar 2 minuten van een dag. En er zitten nog 23 uur en 58 minuten. Jij zit ja te knikken, waar je ook... Dus, ook in de dag waarin je met haar of met hem goed moet kunnen opschieten. Dus verliefdheid is prachtig, maar als je niet uitkijkt, verziekt het je leven. En daar wil ik mee eindigen. Dank jullie wel.